46 uur zonder water. En ik heb koorts. Medi zit bij me en houdt mijn hand vast, maar ik voel haar paniek en zij voelt de mijne. En we staan aan de overkant van het water. We hebben elkaar niet eens aangekeken en Medi heeft me al die tijd vastgehouden. Ik vond het erg beklemmend. Hartverscheurend. Ik ben kapot. Het gevoel is toch wel eigenlijk van toch wel verdriet. Ik moet bellen. Ik moet gewoon weten hoe het gaat. Laat me nou bellen. Heftig. Ik vond het ook heel tof dat het een hele ervaring was. Dus je komt aan op het station en dan krijg je gelijk iets te horen. En dat was eigenlijk gelijk best wel, nou, raakte me wel heel erg. En dan loop je er naartoe en dan de voorstelling moet het eigenlijk dan nog beginnen. Dus dan zit je daar als soort helemaal in. De jongeman tegenover me schrijft het nummer op een blaadje. Nee, ik heb niks om dat te bewijzen. Nee, mijn paspoort is van me afgenomen. Wie dat waren? Dat weet ik niet. Hij had een bivakmuts. Een indringende voorstelling. Vooral omdat je natuurlijk het geluid op je oren hebt. Dat maakt het heel, heel intens. Het is namelijk als volgt gegaan. Ik gaf les op een school en niet. Oké, die informatie heeft u niet nodig. Ja, je wordt meegenomen in de reis die een vluchteling maakt. Het is heel, het raakt je. We moeten doorlopen. We moeten doorlopen. Doorlopen. Nou, het hele audio, video erbij, de combinatie met heel veel dingen. Ik vond dat heel veel dingen op zijn plek vielen. Medi! Medi! Medi, waar ben je? Nou, dat je echt merkt hoe zo'n gezin ontwricht raakt. Nee, flikker op, blijf van me af! Ik vond het heel beklemmend. Het komt heel dichtbij. Ik leef, maar ik ben eigenlijk al dood. Tegelijkertijd. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vind het een voorstelling en een verhaal wat nodig is. Nee, dit is niet wat ik in gedachten had.